goedemiddag op deze woensdag. Het is vandaag 18 maart en leuk dat jullie meekijken naar een nieuwe weekvlog. Ik ben klaargemaakt en ik ben er al eventjes uit. Ik kreeg namelijk iemand die kwam kijken naar mijn verstoppingen in de douche. Dat is inmiddels verholpen. Hij heeft er met een soort apparaat, er zat een slangetje aan. Volgens mij werd het een soort van weggezogen. Hij deed de douche aan en het was allemaal, ik geloof nog geen 10 minuutjes werk, toen was het helemaal goed. Hij haalde ook zeg maar het opzetstuk eraf. Ja, ik wist dat allemaal niet, want ik ben niet zo heel erg thuis daarin. Maar goed, dat heeft hij allemaal gedaan, dus dat was goed. Mijn balkon was verder niet verstopt, waarschijnlijk alleen het dopje wat op het balkon zit, omdat mijn water als het dopje eraf is wel wegloopt. Dus dat is allemaal geregeld. Alleen hij moest even wat doorspoelen, want er zat dus wel iets haar zeg maar, aan die machine. Dat deed hij in de toilet, spoelde die door. En hij keek ernaar en hij zei, doet hij dat al lang, dat vollopen? Duurt dat altijd zo lang? Het duurt heel lang voordat mijn toiletbak zeg maar, is volgelopen. Ik zeg, ja, zo'n tijdje. Toen zei hij, er was dus iets kapot en ik moet het even opzoeken, want ik had het opgeschreven. Een wissa-membraan of zo. Nou ja, pin me er niet op vast. Nee, ik ben niet thuis in al die technische termen. Die was kapot. Dus hij zei, dan moet je toch even contact opnemen met de woningbouw. Want dat moeten ze toch komen maken. Want als dat niet verholpen wordt, kun je verstopping krijgen. Ik zeg, nou, is goed. Dus toen die man weg was, heb ik met de woningbouw gebeld. En die vertelde me eigenlijk al dat hun dus niet meer werkte. Voor dit soort klusjes, die deden ze niet meer. Alleen nog maar spoedklusjes. Dus ik word nu gebeld zodra het coronavirus behapbaar is. Zoals die dame dat vertelde. Komen ze naar kijken en eerder niet. Dus nu moet ik maar hopen dat mijn wc niet verstopt raakt. Anders heb ik een probleem. Ook ga ik morgen geen boodschappen doen. Degene die altijd meegaat, die voelde zich niet helemaal topfit. Die durfde het niet aan. Nou heb ik geluk dat ik zaterdag naar een bank ga kijken. Met mijn vader. Dus ik had al even met hem gebeld van, weet je, dit en dit is er aan de hand. Toen zei hij, dan doen we zaterdag gelijk boodschappen. Dus ik moet gewoon even kijken of ik het nu nog 2 dagen red. Ik kan morgen een soepje maken. Ik moet alleen even kijken wat ik vrijdag kan eten. Misschien haal ik nog frietjes over, dan is er niks aan de hand. Dus dat is eventjes wat er nu allemaal aan de hand is. Wat er allemaal speelt. Ik kreeg net de melding dat het Songfestival nu ook definitief is uitgesteld. Tot volgend jaar. Ik denk dat het een goede keuze is. Hebben we dat gezeur ook even allemaal niet. Of gezeur. Je hoeft er niet naar te kijken natuurlijk. Maar je krijgt het toch allemaal mee. En dan vind ik het toch aan de ene kant wel leuk om het een beetje te volgen. Omdat het in Nederland is. En hoe vaak in mijn leven zal ik dat nog meemaken. Misschien is het wel gelijk de laatste keer. Maar goed, dat is dus volgend jaar. De vlog is al af. Dat heb ik al afgemaakt. Gisteren. Dat was heel fijn. Die hoef ik alleen nog te uploaden. Gisteravond heb ik... eigenlijk niet zo heel veel bijzonder gekeken. Ik heb even Cash or Trash aangezet. Daarna heb ik even maar Paleis voor een Prikkie gekeken, wat wel een herhaling was. Maar normaal zou ik het programma van Frans Bauer kijken, maar dat is dus weer verplaatst naar vanavond. Want op RTL 4 doen ze momenteel alleen nog maar vanaf 9:30 Jinek al. Dat is dan extra lang, ook omtrent corona en zo. En dat volg ik eigenlijk nooit. Dus ja, ik ben gewoon een beetje aan het bekijken van wat kan ik kijken. Dus ik ga vanavond, heb je wel wat. Dus dat ga ik kijken. Dan neem ik weer eventjes Steenrijkstraat Armel. Kan ik dat mooi daarna kijken. Ik heb Unite 42 gekeken, wat ik nog steeds heel goed vind. Ik heb rechts gekeken, dus dat was verder mijn avond. Ik heb wat foto's bewerkt. Niet heel bijzonder verder. Taartje zit me aan te kijken. Die heeft hele wijde oortjes en grote oogjes. Die waren ook even heel erg bang toen die man met dat apparaat bezig was. Dat gaf een beetje een geluid en dat vinden ze niet zo leuk. Ik ga nu zometeen eventjes de woonkamer lekker doen. Even goed. Ik heb eventjes mijn ult weggehaald. En daar heb ik deze dan voor gebruikt. Het is dan die van... hoe heet dit merk? Ik kan even niet op de naam komen. Maar dit is dan zo'n speciale elektrische voetvel die ik jaren geleden een keer kocht. Alleen een beetje vervelend dat ik het merk nu niet weet. Ik ga het merk voor jullie opzoeken. Wat wil ik nu weten? Oh, Shol is het. Ik weet het ineens. Het is een voetvel van Shol. Dus daar heb ik even wat eelt mee weggehaald. Want het voelde niet echt prettig aan. Ga ik zo even opruimen. En dan ga ik de woonkamer doen. Daarna ga ik bulletje urnen. Want ik hoef niet verder voor de vlog niks meer te doen. Mijn was hangt. Ik ga wel even alvast wat was weer in de machine leggen. Omdat er wat natte kleding had. Die zwart heeft. Die kunnen er wel even in. Ik heb een koude rilling trouwens. Dan ga ik jullie verder gewoon bijzetten met het schoonmaken zo meteen. Want er is verder nu weinig wat ik
verder kan doen. Dus dat ga ik even doen. Ik moet ook even de voetstappen in de douche even verder weg dweilen. Doe ik gelijk weer even wat chloor in het afvoertje, zodat dat ook weer allemaal lekker fris is. Dus dat is nu de planning. Ik ga even een muziekje aanzetten en dan ga ik jullie erbij zetten. Is klaar, gang is klaar, of douche is klaar, keuken is klaar. Ik heb eventjes gedweld in de douche en wat chloor erin gedaan. Nu ga ik nog even schilderen, want ik heb nog even wat tijd. Dus ik ga eventjes wat dingen schilderen voor mijn bulletje in Nos. Ik zal jullie er wel even bij zetten. Ik weet niet hoe ver het lukt, omdat ik niet weet hoe het kaart of het kaartje zo snel vol is. Maar we gaan het even zien, dus dat ga ik nu even doen. Ik heb alles weer opgeruimd. Ik moest nog even wat zoeken, maar daar kon ik niet bij. Want dat is onder mijn kastje geschoven van mijn knutselhoek. En daar kom ik dus niet onderdoor. Dus moet dat hele ding verschoven worden. Ik denk niet dat dat hem gaat worden. Dus dan moet ik even naar kijken hoe ik dat er onderuit nog ga krijgen. Ik heb toch 3 schilderwerkjes kunnen doen, dus dat is top. Dat kan nu even drogen aan de lijn. En nu ga ik zo even lekker relaxen. Ik ben wel blij dat alles weer schoon is. Oh, zit hier een haar op mijn bril? Of zit een veeg? Even kijken hoor. Het is eraf in ieder geval. Dat was een beetje irritant. Vanavond kijk ik dus naar Frans Bauer. En dan neem ik dus Sterrijk staat arm op. Wat ik eerder al vertelde. En dan ga ik Unite 42 kijken en Lerex. En ik ga mijn artikel schrijven en de vlog online doen. Dus verder niet heel bijzonder. Straks lekker douchen en eten. Dus ja, dat wordt een beetje mijn avond. Verder niet heel bijzonder. Ik zie jullie dan in ieder geval morgen weer. Want ik ga nu toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze donderdag, het is 19 maart. Je vraagt je vast af waarom heb ik beelden gezien vanuit de auto. Ik
zal het je even uitleggen. Ik had vandaag eigenlijk niks op de planning staan, waardoor ik dus gewoon in mijn bed lag te slapen. En ik had dus blijkbaar heel veel gemiste oproepen dat ik wakker moest worden. Niet gehoord. Dus op een gegeven moment word ik wakker van keihard gedreun op mijn deur. Ik dacht, what the fuck is dit? En daarna ging de telefoon. Dat was Nathalie. Nee, Terge, je hebt op. Ja, doe eens even open. We staan voor je deur. Waarom sta je voor mijn deur dan? Ja, wij hadden dus eigenlijk al overlegd omdat ik een andere vlogcamera kon gaan halen. Maar dat zou in eerste instantie volgende week zijn. Maar omdat we nu eigenlijk heel erg onzeker zijn natuurlijk met corona. Of dat volgende week nog winkels open zijn. Wilden ze dat dus vandaag doen. Omdat Nathalie ook vrij was. En ik had gezegd Nathalie dat hij ook mee kon. Dus ik heb als een malle gehandeld. Ik heb heel snel aangekleed. Ik heb snel mijn make-up gedaan. Ik heb alles heel snel gedaan. Waardoor we weg konden. Nathalie heeft het drinken erin gedaan. Ik heb mijn medicijnen genomen. Ik heb even, ja, alles heel snel gedaan. Zijn we naar de stad gegaan. We hebben dus de vlogcamera gehaald. En ik zal hem zo even laten zien. Dus dat. Ik heb nog even wat boodschapjes gedaan ook. Want ik had kleding bij elkaar gespaard van Plus. Maar ik denk dat ik dat morgen gewoon even allemaal laat zien. Omdat ik nu gewoon even nog aan het bijkomen ben van vandaag. Maar ik zal in ieder geval even die vlogcamera pakken. Ik heb nu een Canon. Een Canon PowerShot. Dat is deze. En dat is dus gewoon een nieuwere soort vlogcamera. Ik zal hem even omdraaien. Dan kunnen jullie even zien wat er in het doosje zit. Het is open. En we hebben hier heel veel boekjes. En allerlei dingen. En dit is de camera waar het om gaat. En het is nu zo'n eentje. Een wat zwaardere. Met weer natuurlijk een klapschermpje. Full HD, ja, gewoon iets sterker. Volgens mij, ja, hij is gewoon iets beter als degene die ik had. Ik heb nu natuurlijk een Panasonic, dus dit is hem. Gaat ook een losse batterij in, wat ook heel tof is. Ik zie hier volgens mij nog iets voor scherpstellen. Ik ga er vanavond gewoon even naar kijken, maar dit is dus nu de nieuwe vlogcamera. En ja, dus die hebben we even gehaald. Dus dat wilde ik jullie even laten zien. Ik ga dan ook voor vandaag de vlog verder afsluiten. Ik heb gisteravond trouwens nog naar Frans Bauer gekeken. Wat ik heel erg heftig vond. Die ging mee met de wensambulance. Heel goed initiatief. Maar oh, het was echt, echt heel erg heftig. Dus dat vond ik best wel. Maar ik denk dat jullie daar morgen nog wat meer over vertellen. Vanavond kijk ik meester Frank Visser en Alberto Stegeman. En die Netflix-serie en ook weer oogappels. Dat is eigenlijk de planning voor vanavond. Ik moet nog wat foto's bewerken en ik ga even met de nieuwe vlogcamera aan de gang. Zodat ik daar morgen mee kan vloggen. Dus ik ga jullie dan morgen gewoon weer zien. Sorry dat het vandaag even een dag was die iets anders liep. Maar ik was zelf ook niet voorbereid. Dus dat ga ik, ja, ik ga nu even nog relaxen. Dus ik zie jullie dan gewoon morgen weer. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 20 maart. Ik ben klaargemaakt. Ik ben een beetje aan het hoesten, maar er is verder niks aan de hand. Ik film nu met mijn nieuwe camera. Dus dat is voor mij ook eventjes wennen. Voor jullie waarschijnlijk ook, want het is een heel ander beeld. En ik hoop dat het allemaal beter is. Maar het is eventjes wennen, omdat ik nu natuurlijk nog niet helemaal weet hoe de camera werkt. En hoe alles verder functioneert. Maar daar ben ik nog mee aan het zoeken. Ik heb ook een nieuwe tripod. Die kan ik jullie wel even laten zien, want die staat hier dus nu op. Zoals je misschien kan zien, zoomt hij ook heel ver uit. Dit is dus de tripod. Ik heb gewoon weer zo eentje genomen die ik altijd neem, omdat ik die heel fijn vind. Dus dat is wat ik nu aan het doen ben. Gisteravond heb ik naar Alberto Stegeman gekeken. Wat ik normaal vind ik echt een hele mooie uitzending. En nu vond ik het heftig. Allereerst was het gewoon weer een zaak waarop mensen... Waarin mensen weer bedrogen werden. Dat gingen ze aan de kaak stellen. Nou, allemaal dikke prima. Niks mee aan de hand. Eigenlijk een beetje basic. Ze hebben die man wel geconfronteerd. Maar er is eigenlijk niet heel veel speciaals uitgekomen. Daarna hadden ze iets dat ging over honden die getraind werden. Maar die honden die werden gewoon geslagen. Echt gewoon keihard
afgeranseld als ze iets niet goed deden. Stroomschoten, stroomschokken. Kom niet eens meer uit mijn woorden. En wat hadden ze nog meer? Ja, stokslagen, schoppen. Dat was echt verschrikkelijk om te zien. Ik vond het echt niet fijn. Ik was echt... Nee, ik was echt gewoon in shock hoe dat allemaal in zijn werking ging. Ik heb daar echt met hele boze gevoelens naar zitten kijken. Ik was echt heel erg boos toen ik dat zag. En ik heb echt... Oh, mijn bloed die kookte gewoon dat mensen dit soort dingen kunnen doen. Daarna heb ik Meester Frank Visser gekeken. Dat was vrij basic, niet heel speciaal. Een beetje wat ik altijd eigenlijk... ja, kijk gewoon wat zaken die, waarin hij advies geeft. Dus dat was verder niet heel bijzonder. Ik heb Unite 42 gekeken. Dat was wel een hele mooie uitzending. En daarna heb ik Oogappels gekeken, wat ook heel leuk was om te kijken. Vanavond is er om 7 uur weer een toespraak. Dit keer van de koning. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Want wat ik heb begrepen is dat het koningshuis tot vrijdag of tot zaterdag minimaal geen werkzaamheden kon verrichten buitenshuis. Omdat hun eerder deze maand in leg zijn geweest. En dat in Italië is natuurlijk alles gewoon heel streng op dit moment. Waardoor ze eigenlijk een soort van mini-quarantaine hebben gedaan. Nou ja, goed, dat is gewoon eventjes afwachten wat eruit komt. Vanavond heb je de 150ste aflevering van Flikker Maastricht. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Nu ga ik zometeen hier even goed stofzuigen en daarna eventjes mijn slaapkamer doen. Wat ook wel erg nodig is, want mijn slaapkamer is nu heel stoffig doordat ik van de week het waterballet heb gehad. Ik moet ook weer dringend opruimen. Zo ga ik zo gewoon mee beginnen. Ga ik even heel goed onder mijn bed stofzuigen. Ik wacht nog steeds op mijn borstel van mijn stofzuiger. Die zou deze week geleverd worden. Eigenlijk gisteren al. Vandaar dat ik dacht toen er aan mijn deur werd geklopt, dat kan de postbode zijn. Toen was hij weer naar vandaag verschoven en nu is hij weer naar morgen verschoven. Dus ik weet niet of hij nog gaat komen. Ik weet niet of dit ook weer te maken heeft met corona. Dat alles later geleverd wordt. We moeten het afwachten. Ik durf er niks over te zeggen in ieder geval. Dus ja, ik kan er verder niet zo heel veel mee. Ik ga nu in ieder geval even stofzuigen en dan ga ik de slaapkamer doen. Want des te eerder ben ik ook weer klaar. Want dat is altijd best wel een klus. En helemaal nu het best wel stoffig is. Ik ga er even opruimen en ik ga jullie er gewoon bij zitten voor zover dat lukt weer vandaag. Ik had jullie beloofd om nog even het kleed te laten zien. Dit is dat kleed. Dat is van Zest. En die kon je dus sparen bij ons bij de Plus supermarkt. En die had ik dus gespaard. En ik had er voor Nathalie had ik ook nog zegels. Dus die heeft een gele genomen. En ik heb dus een grijze. Maar ik heb hem nog niet in gebruik. Omdat ik even wil afwachten met eventueel een nieuwe bank. Maar dat is in ieder geval het kleed wat ik had genomen. Ik heb dus grijs genomen. Hij zit heel lekker warm, zegt Nathalie. Want die heeft hem al gebruikt. Dus ja, die wilde ik toch nog even met jullie delen. Zo, slaapkamer is klaar. De katten hebben net gegeten. Ik heb wel een vlek op mijn bril, zie ik.
Nee, moet ik zo even schoonmaken. Het was echt een stofbende, maar dat had ik wel verwacht na het waterbelet van maandag. Dus nu is alles weer lekker schoon. Over dat lekker een dweltje erheen gegaan. Dus dat is allemaal weer lekker fris. Lekker schoon bedje waar ik heel erg blij van word. Nu ga ik nog even lekker relaxen. Vanavond kijk ik natuurlijk Flikker Maastricht. En TV-kantine heb ik gisteravond opgenomen. En ik kijk nog even Unite 42. En naar oogappels. Dus dat wordt een beetje mijn avond. Niet heel bijzonder. Straks heb ik lekker frietjes met schnitzels. Dat is ook lekker. En ik moet vanavond nog een blogpost schrijven. En de video in elkaar zetten. Dus ik ben nog wel even bezig. Was er bij de rest nog iets wat ik moest melden? Nee, eigenlijk niet heel veel. Morgen ga ik naar een bank kijken en boodschappen doen. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe het in de supermarkt zal zijn morgen. Maar dat ga ik meemaken. Of er nog wat voorraad is of dat er heel veel uitverkocht is. Ik weet het niet. Ik ga nu in ieder geval relaxen. Ik weet niet of ik jullie morgen meeneem. Maar ik zie jullie morgen sowieso nog even voordat ik ga. Dus dan kan ik wel eventjes kijken of dat ik jullie nog meeneem. Maar dat durf ik nu dus niet te zeggen. Nu ga ik relaxen en ik zie jullie morgen weer. Een hele goede morgen op deze zaterdag. Het is 21 maart. Het is nog vroeg. Het is pas 9:50. Ik ben klaargemaakt. Mijn vader komt zo dus om boodschappen met mij te gaan doen. Daarna gaan we even naar een bank kijken. Misschien vraag je je af waarom ga je dat alsnog doen nu het coronavirus zo heerst. Maar wij hadden dit al afgesproken voordat het heftiger werd, omdat de banken nu met korting zijn. Dus vandaar dat ik even daar ga kijken of dat er iets voor me bij is. Omdat de bankenjacht gewoon best wel lastig is. En ik ben zelf niet heel erg bang aangelegd dat ik zeg van, ik durf het niet aan of zo. Dus vandaar dat ik het wel gewoon doe. Ik heb verder ook geen klachten, dus ik voel me eigenlijk kiplekker. Behalve dat ik nog een beetje moe ben, maar nou ja, goed, dat nemen we voor lief. Welk tijdstip, elk tijdstip is voor mij vrij vroeg als het voor 12 uur is. Gisteravond heb ik Flikker Maastricht gekeken. Het was een hele spannende uitzending. Het was de 150ste aflevering, had ik gisteren al verteld. Maar ik vond hem ook echt wel spannend. Dus volgende week gaat hij verder. Dus het wordt ook dan weer extra spannend. Wel een beetje een open einde. Maar dat hebben ze nu misschien bewust gedaan. Dat hij volgende week dus verder gaat. Ik heb een beetje een droge huid. Maar ik denk dat ik te hard met mijn handdoek heb gepoetst. Je ziet er nu niet echt heel veel meer van. Omdat ik er een laag make-up over aan heb gebracht. Ik heb mijn nieuwe trui aan van de huishoudbeurs. Die had ik trouwens donderdag ook al aan. Die heb ik jullie toen niet laten zien, want toen alles heel snel ging. Dat is deze. Dus met balin erop. En ik heb een broek aan van de Lidl, maar die vind ik al niet zo heel netjes meer zitten. Omdat die dus hier al een beetje wat ruimer wordt. Maar ik kon mijn andere broek niet vinden, dus ik hou het maar even zo. Daarna heb ik nog tv-kantine gekeken naar Flikker. Dat was ook wel leuk. Alleen, ik vond sommige imitaties iets minder goed. Bijvoorbeeld Bridget Maasland, die vond ik echt niet lijken. En André Hazes, die was er ook bij. Die werd dan gepersifleerd, maar daar hebben ze wel eens een betere voor gehad. Moet ik heel eerlijk zeggen. Daar hebben ze, eerder heeft iemand hem een keer gepersifleerd, die vond ik beter als degene die het nu deed. En ik heb weer Unite 42 gekeken, wat ook heel spannend was. En daarna heb ik Rex gekeken. Oogappels gekeken, dus dat was ook heel leuk. Ik heb even een tas met oude papier klaarstaan en een tas met flessen. Dus die gaan zo meteen mee. Dan kan het oude papier gelijk de kliko in. Ik heb nu maar even twee tassen meegenomen, omdat ik wel even wat meer boodschappen ga doen. Het is niet dat ik ga hamsteren hoor, want daar ben ik zelf ook niet echt van. Maar gewoon eventjes de dingen, dat het toch even allemaal wat, dat ik toch wat dingen in huis heb. Want ik weet niet hoe ik van de week zit. Of ik van de week nog wel ga boodschappen doen met degene die altijd komt. Of dat die weer niet komt. Ik heb echt geen idee. De video die is ingepland. Mijn blogbericht is online gekomen. Dus dat is allemaal top. Nu ga ik even mijn drinkkop drinken. En dan ga ik even mijn schoenen aandoen. En dan wachten tot ze komen. Ze zouden appen als ze er bijna zijn. En dan kan ik gelijk die kant op. Naar de auto. Dus dat is voor nu even de planning. Boodschappen neem ik jullie niet mee. Misschien met banken nog even. Maar dan moet ik even kijken. Ik beloof in ieder geval niks. Dus ik ga dat nu even doen. Dan zie ik jullie later weer. Thank you.
Zo, ik ben inmiddels weer thuis. Het is 3:05. Ik ben al even thuis. We hebben even koffie gedronken. Daar zijn ze ook gegaan. En de bankjacht is gelukt. Ja, ik heb een bank. Ik heb hem hier in de folder staan. Ik kan even het plaatje opzoeken misschien. Deze bank is het geworden. Deze. Volgens mij is het ook de anthracietkleur die erop staat. Dus die is het geworden. Die was dus nu met 35% korting, denk ik. Het was even een dingetje. We zijn ook even nog bij de Quantum geweest. Maar Quantum had niks. Het was echt super druk. Ik had wel het willen filmen voor jullie. Maar het leek alsof iedereen ineens banken ging kopen met deze kortingsdagen. En er zit ook maar echt een hele korte leeftijd op. Hij komt woensdag al. Dus ik ben echt heel, heel blij dat ik dus nu wel een nieuwe bank heb. En dat was echt wel nodig. En dat het ook al zo snel kon allemaal. Daar was ik wel heel blij mee. Dus het is echt... een wonder. Dus ja, dat was gewoon super top. En ja, die heb ik dus nu gekocht. Ik heb ook boodschappen gedaan. Het was best wel lang wachten overal. Dat komt misschien nu ook al met de corona. Maar ik heb niet het idee dat het mensen heel erg deert of zo. Want als ik zie hoe druk het nog was op de woonboulevard. Dacht ik wel van, nou, volgens mij zijn mensen niet echt bang. Maar ik heb dus in ieder geval een andere bank. Ik heb ook boodschappen gedaan. Die zal ik nu zo even laten zien. Wat ik wel een drama vind, wc-papier is nergens meer te krijgen. Waardoor ik dus nu heel dure wc-papier heb, wat ik normaal nooit koop. Ik heb paarse toiletpapier. Normaal koop ik altijd het goedkoopste van het goedkoopste, goedkoopste, goedkoopste. Ik koop normaal gewoon, volgens mij zijn die pakken €2,30 voor, nou wat zijn het, 8 rollen. Bij de ene supermarkt was het €16. Ga ik echt niet betalen voor wc-papier. Dit was ook nog €8. Vond ik echt heel veel geld. Maar ja, zonder wc-papier wil je gewoon niet komen te zitten. Je merkt dus echt dat iedereen wc-papier hamstert. Ik zal even naar de boodschappentas lopen en dan zal ik jullie even laten zien wat ik heb gekocht. Ga ik het even opruimen, ga ik daarna even stofzuigen, nog even bullet journalen. Want het kan gewoon nu nog even, want het is nog vroeg. Dat is even de planning. Ik ga dat even doen en dan zien jullie zo even wat ik heb gehaald. Nou, laat ik maar even beginnen met deze tas. Er zijn ook nog wat spullen die liggen op zolder. Denk aan cola en kattengrit. Ik was even bij de nieuwe Welkoop en er was nu tweede kattengrit voor een halve prijs. Ik betaalde nu nog €2,50 voor nog een pak kattengrit. Ik dacht, ik zal er nu niet zo vaak mee komen omdat hij dus wat verder weg is. Ik heb even kuppensoep gehaald. Twee voor een eurotje. Dus die heb ik weer eventjes. Dit is de bankspray die ik heb gekocht. Dat moest eventjes, want dan kun je de bank dan mee insprayen. Ook mochten de katten er dus wat op doen, dan is dit aan te raden. Dus daar moest ik twee flesjes van hebben voor de bank. Nou, mijn dure wc-papier dus. Wel super lief, die hondjes die erop staan, maar belachelijk. Ik heb twee pakjes met spekjes, maar ook die zijn zo gigantisch duur. Je betaalt €3,29 voor zo'n pakje tegenwoordig. Terwijl ze eerder €2,65 waren. Dus mensen, waar gaan we heen met de wereld? Champignons. Ik heb even koffie gehaald. Auw. Ik heb twee pakjes ook met koffiemelk. Gaat allemaal niet overstuur, dus ja, dat is wel handig. Ik heb er even toiletpapier, vochtig toiletpapier. Even een bus scheerschuim gehaald. Ik heb nootmuskaat. En dit keer heb ik nootmuskaat van de Lidl. Want normaal koop ik het altijd bij de Plus en dat scheelt best wel in prijs. Volgens mij is zo'n potje 79 cent. Dan gaan we even naar de andere tas. En kijk, mijn nagel is gisteravond heel ver afgescheurd. Dat deed echt super veel, veel pijn. Die ben ik ook kwijt. Volgende tas. Nou, toch weer even wat rookspullen. Als er een lockdown komt, dan kun je dat straks ook niet meer kopen. Dus dit ga ik zo allemaal even opruimen. Dan hebben we hier twee pakken met slavinken. Die waren nu €3,99 voor 5. Dus dat was echt een koopje. Zo, dit kan gelijk hier. Twee keer boontjes heb ik gehaald. Hier een zakje en hier een zakje. Nou, nog een pak slavinken. Weer even huishoudhandschoentjes. Ik heb eventjes een amandel douchecreme gehaald. Ja, dat is ook wel fijn. Die kan naar de douche. Een shootje. Ik heb een broccolietje voor maandag. Die was in de aanbieding. Ik heb een hele grote zak met friet. Die nog in de vriezer moet werken. 3 zakken aardappelschijfjes. Ik heb eventjes een ijsthee meegenomen.
zakje. 2 pakken chocomelk. Ik heb hier nog een zak met kattenbrokken. Ik heb eventjes weer mijn bak en braad gehaald. En 2 keer de wiskas. Want die was nu 2 voor 5 nog wat of zo. Dat heb ik even gehaald. Ik ga even kijken wat hier voor naar boven kan. Dat is best wel veel. Ga ik dat zomaar even wegbrengen. Dan ga ik even stofzuigen. Dan ga ik even bullet journalen. Ik heb dan nog een vervelende ontdekking gedaan. En voor mijn camera moest ik een nieuw tasje kopen. Maar die is dus lam. Kijk, dit dingetje werkt niet. Hij is gewoon afgebroken. Dus ik probeerde net de Mediamarkt te bellen. Maar die duurt super lang voordat je die aan het praat krijgt. En het stomme was, ze hadden mijn borstel weer opgestuurd. Dat is van Coolblue. Maar dit is dus niet de borstel die ontbreekt. Ik heb wel weer een nieuw tussenstukje. Maar de juiste borstel die heb ik dus nu nog niet. Ik heb ze al een beetje gebeld. En dit was de borstel die hun hebben teruggekregen. En hun wisten niet wat het dan wel was. Ik heb duidelijk gezegd, het is een vloerborstel. En ze wisten het elke keer niet. Dus ja, dat heb ik gedaan. Dus dat is weer even afwachten. Ze nemen nog contact met mij op. Dat kan vandaag of morgen zijn. Ik wist niet dat het in het weekend kon, maar daar moet ik dus weer op wachten. En ik heb wel gezegd, hoe gaan we dit nu oplossen? Want ik kan nu nog steeds niet stofzuigen. Met mijn eigen stofzuiger. Dat vind ik gewoon wel vervelend. Dus dan moet ik even afwachten. Ik ga even mijn badgoed opruimen en stofzuiger doorheen trekken. Ja, ik heb nog wel die andere stofzuiger, maar het gaat er gewoon om. Ik heb mijn spullen compleet ingeleverd. Ik wil het compleet weer terug hebben. Dat ga ik even doen en dan ga ik even bullet journalen. Zo, ik heb alles weer even opgeruimd. Ik ben wel even lekker bezig geweest. Dat was wel prettig. Mijn batterij van mijn camera is bijna leeg. Dus ik ga het niet te lang houden. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Katten hebben net gegeten. Ik kijk vanavond weer deze quizjes voor jou. En daarna ga ik even Keesco kijken. Ik heb ook nog van God los opgenomen. Dus dat kan ik ook nog even terugkijken. En vanavond kijk ik dan ook weer Unite 42 en oogappels. Dus dat wordt een beetje mijn avond. Misschien nog als we het aan de vlog doen. Dat zal woensdag weinig van komen. Dus die probeer ik al af te... Voor zover mogelijk dat lukt af te krijgen. Dus dat wordt, dat ga ik denk ik even doen. En ja, gewoon even wat dingetjes. Mijn lipstick ziet er niet meer zo mooi op. Ziet er een beetje rood uit. En ik heb dus de hele dag met een streepje eyeliner onder mijn ogen lopen. Zien jullie het? Kijk. Hoe slecht. Dat gaan we er straks maar eens even lekker afhalen. Even lekker douchen. En dan vanavond lekker op de bank. Ik zie jullie dan in ieder geval morgen weer. Want ik ga nu niks meer doen. En even lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen... Tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 22 maart. Ik zit lekker op de bank. Ik heb het wel koud. Want het is, ondanks dat de zon schijnt, is het best wel fris. Ik heb een stofzuiger even klaargezet. Want ik ga zo even stofzuigen. Ik ben me helemaal kapot geschrokken vanmorgen. Want ik kreeg een noodmelding. iPhone die gaf een noodmelding af. Die dingen die kun je blijkbaar dus uitzetten. Dat wist ik niet. Dus dat ga ik straks maar even doen. Want het gaf me een
heel erg intens hard geluid. En ik dacht, wat is dit? Toen heb ik het heel vluchtig bekeken. En dat scheen dat ze wilden waarschuwen dat je wel echt regels van de overheid moet hanteren in verband met de corona. Dus met de afstand en het liefst als je niet naar buiten hoeft te binnenblijven. Dat soort dingen, maar je schrik je helemaal gek. Dus ik heb niet al te best geslapen. Gisteravond heb ik gekeken naar deze quiz voor jou. Dat was de laatste keer en ik vond hem echt heel erg moeilijk. Ik had hem weer niet heel erg goed gemaakt. Maar ja, dat was wel even leuk om mee te doen. Maar ik vind hem, ja, dat heb ik al vaker gezegd. Het was gewoon echt een hele moeilijke quiz. Na heb ik deze al gekeken. Dat vond ik wel heel grappig. Heb ik heel erg om gelachen. Toen heb ik nog even een deeltje ook aan de vlog gewerkt. Maar die kon ik nog niet heel ver afmaken. Omdat ik de rest met mijn nieuwe camera heb gefilmd. En het kaartje die zat nog in die camera. En die lag op de slaapkamer. En de katten die zaten bij mij. Dus ik dacht, nou weet je, ik doe de rest dan vanavond of maandag wel. Ik heb gekeken weer naar Unite 42. Dat was ook weer super spannend. Ik begreep hem alleen niet helemaal. Achteraf vond ik het. Ja, het zijn echt hele spannende afleveringen. Alleen achteraf hoe het nou afliep, had ik een beetje mijn vraagteken van of ik het nou goed had of niet. Dus dat vond ik een beetje lastig. En daarna heb ik Oogappels gekeken. Wat nog steeds gewoon een hele toffe serie is. Dus dat is heel fijn. Ik ga straks alleen even foto's maken. Ik denk even mijn was opvouwen. Ik denk dat die voor het grootste gedeelte droog is. Ik heb een hele grote was op de slaapkamer staan die opgevouwen moet worden. Daarna ga ik even mijn foto's maken. Maar verder ook niks bijzonders. Misschien kun je bij de was opvouwen nog even erbij zitten. Maar dan moet ik even kijken. Ik ga nu in ieder geval eerst eventjes de boel hier stofzuigen. De katten hadden ook weer op de bank gekotst. Dus je ziet hier alweer een hele fijne plek. Wat er gewoon niet meer uit wil. En dat is daar ook zo. Bij die andere, bij de bank die dus woensdag komt, een nieuwe bank die. Dat is allemaal iets makkelijker, want het is allemaal iets makkelijker schoonhouden. Maar dat zullen jullie woensdag wel even zien als jullie het materiaal woensdag. Nee, dat laat ik woensdag wel zien, maar dat is pas natuurlijk in de weekvlog van volgende week. Dan kun je even zien hoe dat anders is, dat het materiaal anders is. En dat is iets makkelijker afnemen. Dus, nou ja, goed. Ik ga nu even verder stofzuigen en dan als ik er was op vuist zet ik jullie denk nog wel even bij. Maar verder zal ik jullie weinig ergens bij hitten omdat ik ook niet, ja, het is zondag, weet je, lekker relaxed. Dus dat is voor nu even de planning. Zo, katten hebben net gegeten. Het stof dwarrelt door dit huis. Echt, dat vind ik zo nadeel met die zon. Je hele, alles ziet er nog stoffiger uit. Het stof dwarrelt overal heen. Dat komt echt door die zon. Daarom haat ik dat eigenlijk. Hier heb ik straks helemaal staan stofzuigen. En nu dwarrelt het stof alweer overal. Mijn iPad zat er helemaal onder. Het is helemaal bestoft. Maar goed, ik heb de foto's gemaakt. Ik heb zelfs nog eventjes mijn leren rokje, daar was het knoopje van afgegaan. Die vond ik gelukkig los op tafel. Dus dat is wel in de wasmachine denk ik gebeurd. Maar het knoopje lag dus ineens op tafel. Toen dacht ik, had ik hem eerst apart gelegd. Dus ik laat het denken, volgens mij komt die van mijn leren rokje af. Want die zat er niet zo heel stevig meer. Dus die heb ik eventjes gemaakt. Dus dat was ook wel even fijn. Je ziet het nu weer aan. Hij was alleen nog niet helemaal droog. Dus die moet nog verder drogen. Maar ik zie ook alweer dat op die zwarte was heel veel haren bevat. Dus nou, fijn weer. En de andere was ligt gelukkig in de kast. Opgevouwen en wel. Foto's zijn gemaakt. Ik heb ze al geïmporteerd. Ik heb de fotospullen alweer opgeruimd. Nou, dat was allemaal wel prima. Ik ga nu in ieder geval nog even lekker relaxen. Vanavond kijk ik Weet ik Veel en Meisje van Plezier. Ik neem even de noodcentrale op. En dat kijk ik dan eventjes naar Hart van Nederland. Dat is elke keer nu een hele lange uitzending in verband met die corona. Er komt ook eigenlijk bijna niks van ander nieuws meer op. Alleen maar corona. Ja, ook even mijn nagels lakken vanavond. Straks even lekker uitgebreid douchen.
En verder gewoon een beetje rustig aan. Ik moet nog eventjes wat foto's bewerken voor morgen. Dus ja, dat is gewoon even mijn planning voor vanavond. Ik kijk ook nog Unite 42 en Rex. Dus nou, op zich wel een lekker avondje. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen dan relaxen. Dus ik zou zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 23 maart. Ik ben klaargemaakt. En vandaag heb ik op de planning even een video opnemen. Ik ga deze week namelijk twee video's opnemen. Namelijk even een Action Shop vlog. Ik was donderdag even bij de Action omdat ik dus een verjaardagscadeautje moest hebben. En we zeiden al tegen elkaar, ja, als alles straks dicht gaat, dan kun je niks meer kopen. Want ik heb 5 april een verjaardag. Dus daar heb ik even wat cadeautje voor gekocht. En nog even wat andere dingetjes. Maar die video komt pas volgende week zaterdag online. Dus dat is 4 april. Want deze zaterdag komt er een boekreview video online. Maar die neem ik dan vrijdag op. Dus vandaar dat ik nu even deze week 2 video's heb om op te nemen. Want als ik kan die Action Shop volgende week ook opnemen. Maar dan heb ik nu, kan ik die spullen opruimen. Want alles staat in de slaapkamer. En ik vind het wel lekker als ik alles gewoon alvast een plek kan geven. Dus dat wil ik even doen. En even stofzuigen. Daarna ga ik gewoon even brutjournalen. Vandaag een beetje een makkelijk dagje. Ik heb mijn nagels gedaan. Dat is dit kleurtje. Ik vind hem zelf heel mooi. Ik zal het lakje er even bij halen. Heb ik gisteravond lekker gedaan. Kijk, zelfs met deze camera heb ik hier gewoon redelijk beeld. Is het deze? Ja, het is deze. Dat is wel echt heel relaxed. Dat vind ik wel echt super tof. Ik merk wel echt gelijk heel goed verschil. Ik was gisteravond even de video al een beetje aan het editen, de vlog. Omdat ik het woensdag misschien niet red. Omdat we woensdag met die banken bezig gaan, dacht ik van nou, dan ga ik alvast even verder met editen. Maar ik merk echt wel goed verschil hoor. Dus het is echt wel weer een goede investering geweest in een nieuwe vlogcamera. En het is dit kleurtje. De This Is Me lijn nog steeds. En deze heet New 4 Crazy. Ik vind hem echt heel erg mooi. Ik vind dit een van de mooiste die ik tot nu toe van deze lijn heb opgehad. Super mooi kleurtje dus. Gisteravond heb ik weer meegespeeld met weet ik veel. Was super leuk. Ik vond sommige rondes waren wel wat moeilijker. Maar ik vond het wel weer leuk om mee te doen. Daarna heb ik Meisje van Plezier gekeken. En het was echt heel apart. Want ik zei voor 2 weken terug zei ik tegen mijn moeder. Holly Brood die speelt nu ook een rol dit seizoen. Ik vertrouw haar niet. Als de rol die zij speelt. Ik heb trouwens een beetje een traanoog. Dus ik denk niet dat ik aan het huilen ben. Ik vertrouw haar niet. Dat werd gisteravond toch wel heel erg duidelijk dat ik gelijk had. Want ik zei ja, ik voor mijn gevoel klopte het niet helemaal. Dus en ik had dus toch wel weer gelijk. Ik moet ondertussen even een berichtje beantwoorden. Zo. Dus, maar het was evengoed wel spannend. Maar ja, ik vind het. Ja, ik ben wel benieuwd hoe dat verder afloopt. Ik heb ook nog even de noodcentrale gekeken. Ja, sommige dingen, dan moet je ook gewoon soms wel een beetje lachen. Maar. Ja. Dus. Sommige dingen zijn gewoon een beetje overdreven. Maar ze moeten die mensen natuurlijk wel serieus nemen. Voor de rest. Heb ik Unite 42 gekeken. Dat was ook weer heel spannend. Oh, het lijkt alsof er iets in mijn oog zit. Oh mijn god. Oh, dit doet zeer. Oh. Moment, ik ga even kijken of er iets in mijn oog zit. Zo, ik heb het een beetje weggedept. Maar het doet echt heel erg zeer. Ik weet niet wat het is. Ik heb niet met lenzen geklunst vandaag. Dus ik weet niet wat het is. Het komt ineens op. Maar goed, waar was ik met mijn verhaal? Oh ja, de noodcentrale, dat het sommige dingetjes, ja, dat ze dus inderdaad wel serieus genomen moeten worden. Maar dat je soms wel denkt van, waarom bel je hiervoor naar zo'n dienst, zeg maar. Maar ja, goed, weet je, het is wel mooi hoe het in beeld gebracht wordt. Daarna heb ik gekeken naar Unite 42. Dat vind ik nog steeds echt een super goede serie. Volgens mij zijn er helaas maar 2 seizoenen en ik ben nu al bijna door seizoen 1 heen. Dus dat betekent dat ik nog maar 1 seizoen heb. En 1 seizoen heeft ook maar 10 afleveringen. En ik was met Glee gewoon natuurlijk onwijs verwend als soms een seizoen gewoon 22 afleveringen had. Dus, dan moet ik hier, als ik hoop dat seizoen 2 er ook op staat, dan moet ik alweer op zoek naar een andere serie bijna. En dat vond ik niet zo leuk, want het was gewoon een hele zoektocht. Maar we gaan het meemaken. Daarna heb ik Rex gekeken en ik heb even mijn foto's bewerkt. En nou ja, verder gaan we eens even met de vlog. Wat is de muis? Ja, je ruikt geurtje, hè?
Ja. Dus dat was mijn avond. Heb ik verder nog iets? Nee, eigenlijk weinig. Oh ja, ik heb contact gehad met Mediamarkt. Vanwege dat camerahoesje dus kapot is. Kunnen ze dus niks aan doen online. Ik moet dus echt terugkomen naar de winkel. Dat is een beetje naadje, want ik kom er voorlopig niet. Dus ik had al gevraagd of Nathie hem eventueel zou kunnen ruilen. Maar dat wist ze dus niet. Dus ik ga het woensdag nog even overleggen. Ja, en anders moet ik even een andere oplossing bedenken. Want nu weet ik het even niet. Dus gewoon echt even vervelend. Nu ga ik eerst even stofzuigen en daarna ga ik eerst even de Action Shop nog opnemen, zodat ik die spulletjes lekker kan opruimen. En met Bullet Journal zal ik jullie er dan nog wel eventjes bij zetten. Maar nu eerst maar eens even een video opnemen. En, ja, op zich zou ik jullie daar ook wel even bij kunnen zetten met de vlog. Kun je een beetje zien hoe ik dat misschien doe. Misschien is dat leuk voor jullie. Dat zou nu wel kunnen, omdat ik dus met twee camera's film. Dus dat is misschien nog wel eventjes een ideetje. Maar ja, dat ga ik dus nu eventjes doen. En ja, sowieso bij Bullet Journal zet ik jullie erbij. Misschien wel even bij het opnemen van de video. Misschien wel even leuk om voor jullie een keer om te zien hoe ik dat doe. Dat je een beetje meer meegenomen wordt. Dus dat gaan we nu eerst eventjes doen. Het camerakaartje is vol, dus die moet ik straks even legen. Ik had net een besefmomentje, want ik heb op mijn iPod nog hele oude muziek staan. Nou, ik heb die iPod zeker 8 jaar. En het grappige is dat ik in die 8 jaar, ik heb die iPod gevuld, maar ik heb eigenlijk nooit nummers afgegooid. Er staan echt nog super oude nummers op die, ja, nummers van 2004, 2008, misschien wel 2010. Ook wel wat recentere nummers. Maar ik vul die iPod wel bij, maar ik haalde niks af.
Dus af en toe komt er zo'n liedje voorbij die dus gewoon al steen oud is. En het erge is, ik kan het nog meezingen. Ik ken gewoon die tekst nog. Dus dat net een besefmomentje. Vroeger, Nathalie en ik waren vroeger helemaal fan van K3. De oude formatie dan wel hoor. Dus Karin, Christel en Kathleen. Maar ook als ik nu nog een K3 nummer hoor, kan ik die tekst nog steeds meezingen. Eigenlijk is dat best wel, ja, beschamend, weet ik niet. Ik ben er vroeger best wel ongepest dat ik heel lang fan was van K3, want dat was natuurlijk niet cool. Heel veel mensen, maar ja, ik vond gewoon die liedjes heel erg leuk. En, maar het besef dat je dat dan nog gewoon steeds die teksten kent. Eigenlijk is dat bizar, wat je hersenen allemaal opslaan en dat ik dat nog weet. Maar het was gewoon even een besefmomentje dat ik dacht, jongens, ik word oud. K3, lang geleden. Dit soort muziek, lang geleden. Nou ja, het was wel grappig. Katten hebben nu lekker gegeten. Ik heb alles opgeruimd. We zijn lekker bezig geweest. Mijn camera is ook leeg. Dus ik moet ook even de batterij opladen. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Straks lekker douchen en koken. Vanavond kijk ik Koken zonder Kijken. En daarna kijk ik even Holledam en Dodder. En neem ik even Chateau Meiland op. Want dat begint vanavond. Ik vond die kerstaflevering toch wel heel erg leuk. Dus we wilden eigenlijk gewoon eens een keer gaan kijken. Maar dat kan eventueel morgen wel. Morgen is er eigenlijk niks echt iets op tv wat ik leuk vind. Omdat de programmeringen nu heel erg zijn omgegooid. Natuurlijk in verband met alle extra nieuwsuitzendingen. Maar dat is in ieder geval de planning. Ik ga mijn artikel online zetten. Ik moet nog even een artikel inplannen. Dus dat is eigenlijk, wordt een beetje mijn avondje. Ik kijk uiteraard Unite 42 en Rex. Dus dat ga ik doen. Ik ga jullie dan morgen weer zien. En ja, want nu ga ik verder niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag. Het is vandaag dinsdag. En het is 24 maart. Ik ben klaargemaakt. Het is al wat later. Ik heb namelijk even wat telefoontjes gedaan. Ik heb eventjes gebeld met de gemeentewerf. Of die gewoon open was. Die was open. Daar heb ik even mijn vader over gebeld. Omdat we dus morgen deze bunk willen wegbrengen. Ik heb ook even gebeld met degene die altijd bij mij langskomt voor mijn boodschapjes. En alle andere afspraken. Nou, even over de situatie natuurlijk met de corona. Omdat het voor iedereen even wennen is. Tot nu toe houdt zij 6 april aan. En wij houden nu gewoon even telefonisch contact. En zij hoopt eigenlijk 6 april gewoon weer aan het werk te kunnen. Want ja, de maatregelen zijn natuurlijk wel aangescherpt. Dus gisteravond ben ik een persconferentie geweest tot 1 juni. Dus ik weet ook allemaal niet precies hoe en wat. Maar ik hoop in ieder geval dat mensen zich er nu aan gaan houden. Omdat we anders echt wel een lockdown zullen gaan krijgen, ben ik bang. Tenminste, dat is wat ik heb gehoord op de televisie. Gisteravond heb ik naar Kijken zonder Kijken gekeken. Ik zeg het elke keer verkeerd. Was wel heel leuk. Het huis was ook echt wel heel erg mooi geworden. In eerste instantie dacht ik ook echt van, ik zou ook niet blij zijn als mensen dit voor mij gekocht hadden. Maar uiteindelijk vond ik het wel heel leuk geworden. Dus dat was heel erg mooi. Ik nam even mijn kaart op, want ik moest weer even mijn voeten, mijn teennagels veilen. Die had ik van de week. Oh, het lijkt nu een beetje donker, maar ik heb net een beetje gespeeld met de instelling op de camera. Want ik moest formateren en toen heb ik per ongeluk op inzoomen gedrukt. Dus dat was niet zo handig. Oeh, op licht. Nou, daar ben ik weer. Dus dat is eventjes wat er nu, wat ik heb gedaan. Daarna heb ik gekeken naar ja, de Meilandjes. Want ik wou horen dan mijn dorre kijken en dat was niet. Het was herhaling, dus dat wilde ik niet kijken, want dat had ik al gezien. Dus ik denk, ja, dan ga ik ook gewoon niet kijken. Unite 42 en Rex gekeken, dus dat was allemaal super leuk. Blogbericht is online gekomen, ik heb een persbericht ingepland, dus dat gaat allemaal lekker. Ik ga nu eerst eventjes de kattenbank doen en daarna ga ik de douche doen. Dus daar ga ik jullie bij zetten. Dus dat is eigenlijk voor nu even de planning, dus daar ga ik nu mee starten. Dus ja. We gaan jullie er maar eventjes bij zetten en een muziekje aanzetten, want dan zijn de klusjes sneller klaar.
Zo, alles is klaar. En ik ben nog een beetje aan het keren met de camera. Want ik was gewend bij die andere. Die gaf een piepje als ik hem aanzet. En dat doet deze niet. Dus dan weet ik soms niet of ik al aan het filmen ben. Maar de douche is lekker schoon. De groente is afgehaald. De gang is schoon. Ik heb zelfs boven nog iets opgeruimd. Daar heb ik jullie niet meer bij gezet. Dus ik had nog zoveel tijd over. Ik heb net even een vlog gekeken. En nu ga ik zo nog even lekker relaxen. En dan gaan we op naar morgen naar de nieuwe bank. Ja, ik ga bij deze ook gewoon de weekvlog afsluiten eigenlijk. Want vanavond kijk ik sowieso goede tijden. Ik weet nog niet wat ik daarna ga kijken. Want er is niet zo heel erg veel. Omdat de programmeringen heel anders lopen. Veel herhalingen ook momenteel. Ik kijk sowieso Unite 42 en naar Rex. Maar wat ik naar goede tijden ga kijken, dat is voor mij ook nog even een verrassing. Ik probeer de vlog af te maken. En ik hoop eigenlijk, ik moet nog foto's bewerken voor het artikel voor morgen. Dus dat wordt verder gewoon mijn avond. Straks lekker douchen en eten. En dan zien we het wel hoe de avond verder verloopt. Niet bijzonder, want ik ben gewoon thuis. Maar even kijken wat ik nog iets kan gaan kijken op tv. Nu ga ik lekker relaxen en de weekvlog dus afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik hoop dat het toch nog een beetje... ja, wat meer vermakelijker was nu, omdat ik toch nog even de deur uit ben geweest. En ja, ik wil gewoon zeggen, laten we allemaal goed op elkaar letten, wat ze ook steeds in het nieuws zeggen. En laten we hopen dat de corona niet heel erg lang nog zal aanduren en dat we allemaal gezond mogen blijven. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan er op het rondje met mijn gezicht drukken, maar ook op mijn kanaal zelf. Vond je deze video leuk, doe even je duimpje omhoog. En als je geen video wilt missen, kun je ook even het belletje aanzetten. Want dan krijg je de melding zodra er een nieuwe video online komt. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video weer te zien. Doeg!